Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ben ik samen met Gijs. we zijn eigenlijk gewoon even lekker een strandje te zoeken, omdat het lekker weer geweest is. Wat wel leuk is, is dat ik de splinternieuwe Quest X10 Pro bij me heb. Even kijken, kan ik dat een beetje goed in beeld brengen? Ja. Deze metaaldetector is de opvolger van de gewone X10. En wat is het verschil tussen de X10 en de X10 Pro? De X10 Pro is waterdicht, volledig waterdicht. Je kan hem zo in het water gooien, kan hem er weer uithalen en hij doet het weer. Hij heeft een cachet. Hij heeft als nieuw snufje ook dat je tot wel, moet ik het wel even goed zeggen, tot wel 6 tonen volgens mij. Tot 6 tonen kan doen. En dat houdt dus in. Dat klinkt nu een beetje raar, maar dat is op zich wel heel fijn. Want dan kan je dus echt nuances krijgen. Maar voor degene die dat nog niet gewend is en echt nog de metaaldetector moet leren kennen, kan je hem gewoon op 1 toon, 2 toon of 3 tonen zetten. Geen enkel probleem. Ik had de eerste target. Een bierlipje. Ja. Het nadeel van op een strandje zoeken is dat je altijd treklipjes aan het rapen bent. Treklipjes en stukjes folie. Nou ja, als je geen treklipjes pakt en geen folie pakt, dan heb je ook die kleine zilveren oorbelletjes en de gouden dingetjes en al die andere frummeltjes waar je kans op maakt, die loop je dan ook mis. Dus er zit niks anders op dan treklipjes, treklipjes, treklipjes te graven. Het is gewoon de pure realiteit. En doe nou ook op het strand even netjes je gaatjes een beetje afdekken. Kijk, wie geduld heeft, die redt het wel. De eerste euro is verdiend met de Q10 Pro. Ja, en zo raak je hem dus kwijt. Gijs, die heeft daar een soort meisje, wat die aan het helpen is. Die mag zoeken. Die heeft hij daar net ontmoet. En joh, die euro die is mij meer waard dat zij een leuke avond heeft dan dat ik hem in mijn zak hou. Dus ik ga eventjes kijken of ik die een beetje kan verstoppen voor haar. Wish me luck. Hoe lukt het? Gaat het goed? Ja? Oh, 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 wacht. Hier zit wat. Ik hoorde hier wat piepen. Wow! Die piept hard. Dan moet je deze gebruiken. En hier zoeken. Wat? Ga je hier zoeken? Wow! 1 euro, niet 2. 1 euro? 1 euro. Heb jij broekzakken? Ja. Nou, dan zou ik hem er maar gauw in doen. Ze hebben gewoon een euro gevonden, hè? Dat is knap. Tik hem aan. Ik zou het gauw tegen mama gaan zeggen. Of wou je nog verder zoeken? Of wou je hem eerst laten zien? Ik laat het zien. Nou, ik zou hem ook maar even gaan laten zien. Kijk eens wat ik vind. Hand omhoog. Hé, hey, een pijpenkopje. Een pijpenkopje. En een oud bordje, dus het ligt hier ergens afval. Ja,
dikke vette dop. Ja, ook dat dan maar weer. Soms vind je echt hele vreemde dingen. Ik denk dat het een of een fietscomputer is of... Ja, ik, Forerunner. Ja, het kan ook iets van een surfboard zijn. Dat mensen kunnen zien hoe snel ze surfen of hoe lang ze hebben gesurfd. Of er staat reset, start, stop, mode, forward, enter. Dus het is echt wel, een soort horloge was het. Hoe meer ik er naar kijk, kom ik erachter wat het is. Het was een horloge. Dus ik denk dat het iets van surfers is geweest. Denk ik. Maar nou is die stuk. Geen vetpot, maar toch weer 5 cent. In de pocket. Ja, weet je wat het nadeel is van op zo'n veldje zoeken, op zo'n strandje als dit? Je hebt niet zoveel te vertellen. Ik bedoel, het zijn muntjes of het zijn treklipjes en dat weten jullie ondertussen wel. Dus eigenlijk, ik durf het bijna niet te zeggen, maar is het heel moeilijk om dit te filmen, want het wordt heel gauw heel saai. Ik kan me geen bout schelen. Kan je lekker moeren? Kan je lekker moeren. Kan me geen moer schelen, kan je lekker bouten. Hey, wat is de conclusie nou een beetje van vanavond? We zijn nog niet helemaal klaar. Maar jij had 3 euro en ik had 1 euro. Ja, en ik heb mijn 3 euro net aan een meisje weggegeven. En ik heb mijn trots als een pauw. En ik heb mijn euro net aan dat meisje gegeven. Dus al ons geld is weer weg. Wij komen in de hemel, Ruud. Ik weet het zeker. Nou, ik hoop het. Zo. Zo. Ja. Doe dat nog eens. Moet je hem eerst rechtop zetten. Oeh. Oefenen. Acrobadriaan. Ja. Nou, we hebben lekker gezocht. Niet zoveel gevonden. En wat we gevonden hebben, hebben we weggegeven. Ja, weer een kind blij. Ja, dat dan weer wel. De 5 winnaars. Ik heb op de laatste video gevraagd of jullie erop willen reageren. En iedereen die op gereageerd heeft, maakt kans op 1 van de 5 cadeaubonnen te besteden bij Coistra Metaaldetectors, zowel online als fysiek. Zo, dat is een hele mond vol. Ja. Ik heb de YouTube-kanaal heb ik erin geplakt in de random picker. Filter dubbele gebruikers eruit. En we gaan de eerste gaan we pikken. Moet ik even kijken. Hou reacties op. Kies een winnaar. De eerste winnaar gaat naar Withoef69. Gefeliciteerd met de 11k. Ga zo door, Ruud. Withoef. Ik maak even een screenshot en dan gaan we door naar de tweede. De tweede. Ik kan het zo niet lezen, dus dan ga ik even erbij pakken. Brecht, gefeliciteerd Ruud, op naar de 12k. Brecht, jij bent de tweede winnaar. Dan gaan we naar de derde winnaar. De derde winnaar is Ron van den Brink. Helaas was Dave me voor vandaag, maar wie weet dat er nog een troostprijs deze kant op komt. Vorm van de cadeaubon. Succes verder met de hobby, Ruud. Nou, dit vind ik nou heel gaaf. Ja, want hoe kiest hij dat dan? Ik was hier en toen kon je een metaaldetector winnen. Dat was op deze plek. En toen ik hier was, toen was iemand voor hem. Dus Ron kwam te laat. Dus Ron ging naar huis met 2 patches, maar zonder prijs. Want hij was te laat, hij was niet de eerste. Nou heb je alsnog gewonnen, Ron. Gefeliciteerd. Gijs gaat er ook een doen. Ja. Nee, nog een keer drukken. Goed drukken. Echt, ik... Goed zo, Gijs. Het is me gewoon niet gegund. Goed, de volgende is... Jalen Hoofd. Jalen Hoofd. Hoi Ruud, hartelijk gefeliciteerd met de 11k subscribers. Het is je super gegund. Gefeliciteerd, Jalen. Screenshot. Oh ja, screenshot. Hoppatee. Wat is dit? Dit is 4, hè? Ja. Dit is de laatste. Nummer 5. Nummer 5 is Kees aan de wiel. Kees aan de wiel. Gefeliciteerd Ruud met de 11.000 subs. Op naar de 15.000. Screenshot. Yep. Jongens, als je je naam hebt voorbij zien komen, horen komen, voelen komen, weet ik veel.
Reageer eventjes op mijn Instagram, Facebook, mail. Kijk even hoe je mij kan benaderen. Dan krijg je van mij een unieke code en die is 50 euro waard. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Die is moe. Ik ben ook moe. Nee, pa. We gaan naar huis. Nou, dat is mooi. Gaan we weer met de lege koffer terug. Een zootje vuil. Het is wel weer schoner. Ja. He? Het wordt steeds schoner hier. 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 Nou. Kak. Nou, dat ligt er dan nog net niet.